Het monument vind ik prachtig, maar niet hier. Als we met Jacques Grishaver van het Auschwitz-comité afspreken bij het Holocaust-monument, wordt hij meerdere keren aangesproken door bezorgde buurtbewoners. Ze vreest dat hun zo geliefde parkje haar karakter verliest door dit nieuwe namenmonument. Maar volgens Grishaver zal dat wel meevallen. Deze bosjes en bomen die ook allemaal later zijn geplant, die gaan dus weg eromheen. Dus dat eromheen gaat weg. Er wordt hier dus, het pad wordt iets breder, hier worden bomen geplant. En je loopt langs het monument, ongeveer hier, start dus het monument. Met andere woorden, net achter het huidige monument begint het nieuwe monument, dat ook een deel van de tennisveldjes erachter in beslag neemt. Maar de buurt is bang dat het monument van Wolkers dan compleet in het niet valt. Je ziet, hij heeft het zelf heel mooi getekend, hoe het wordt, precies wat onze angst is. Hier staat iemand, die komt aanlopen, die staat hier. Je ziet daar nog iets, maar ja, dat weet hij niet, dat ligt op de grond. Maar hij kijkt naar dat enorme monument, hij maakt daar een foto van. En dat, daaruit zie je precies waar wij bezorgd over zijn. Dit monument verdwijnt. Gisteravond kreeg de buurt de kans om tijdens een bijeenkomst hun zorgen te uiten. En de gemoederen liepen dan ook hoog op. Ik ben geschokt en het is ook fysiek. Gewoon dat ik mijn buik moest vastpakken van, oh help. Een andere locatie is volgens Grishaver niet mogelijk, omdat er simpelweg geen andere geschikte plek is gevonden. We hebben alle plaatsen afgewogen hier in de buurt. En waar we ook naartoe zouden gaan met dit monument, gaat dit monument mee. Dit monument blijft dus niet meer alleen liggen. Het is een koppeling van het namenmonument met dit monument. Maar volgens de weduwe van Jan Wolkers kan dat helemaal niet. Ja, dat bepaalt hij niet. Het is bezit van het Auschwitz-comité, maar ik bezit het auteursrecht op het Auschwitz-monument. Jan zou woedend zijn. Hij was geëxplodeerd als hij dit plan gehoord had. Volgende week dinsdagavond besluit Stadsdeelcentrum of het monument hier nou mag komen of niet.